is 12:15 het lunchprogramma aan tafel. Vorig jaar kerst zat hij nog bij mij in de uitzending met kerst met Sjan Groenhuis op de televisie, Henk Dissel. En vorige week donderdag is zijn nieuwe single Laat de Tijd verschenen. Ik ben benieuwd hoe het met hem gaat. Hij heeft natuurlijk ook zijn agenda leeg moeten vegen de komende weken. Henk Dissel, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met jou, jongen? Ja, goed, gezond, maar wel heel saai allemaal. Ja, vind je het saai? Ja, in het begin dacht ik van, ik was eerst wel zelf 2 weken heel erg ziek. En 2 weken binnen gezeten. Oké. Maar daarna, ja, misschien dat had ik al 2 weken niks te doen. Maar daarna, ja, dan hoor je dat je heel lang niet mag zingen. En eerst dacht ik van, nou, ik vind het wel lekker, ik weet nog niks. Maar als ik dan nu filmpjes voorbij zie komen, of herinneringen, of Facebook, van, nou, vorig jaar was je dit aan het doen, dit weekend. Ja, dan begin je toch wel te missen. Ja, had jij corona ook, of niet? Ja, dat was dus het aparte. Ik heb in Brabant gezongen heel veel met carnaval. Ik ben in Oostenrijk heel veel geweest in de mosquito en dat soort zaken. Dus ik zei, ik wil graag getest worden, omdat ik gewoon alle symptomen had. Maar toen zei ze, ja, dat doen we niet, alleen maar koorts. Maar ja, dat had ik dus niet. Ik zeg, maar ik kom met zoveel mensen in aanraking. Ik zeg, het lijkt mij wel belangrijk om toch te gaan testen. Maar ja, dat hebben ze niet gedaan. Dus ja, ik weet niet of ik het had of wel. Wel goed dat jij het zekere voor het onzekere dan hebt genomen en in de quarantaine bent gegaan. Ja, ik ben echt 2 weken opgelegen en ja, niet naar buiten en niemand naar binnen. Meer kan je niet doen. Kijk, ik ben er niet heel erg ziek van geweest, maar je kan natuurlijk wel andere mensen heel erg ziek maken of ouderen. Ja. Dan moet je gewoon even opletten, dat is heel belangrijk. Zo is het. Wij gaan zo meteen jouw nieuwe single draaien, Laat de Tijd. Het liedje is meegeschreven door René Karst en die heeft volgens mij wel corona gehad, toch? Of heeft het nog steeds? Ja, die inderdaad, ik sprak hem niet toevallig, die is herstellende. Hij heeft wel nog last van een kortademig en kan eigenlijk nog vrijwel niks doen. Maar die heeft wel dit liedje geschreven samen met Marcel Visser. Dus eigenlijk ook nu een bijzonder moment. Hij schrijft dat liedje en hij krijgt dat nu. En allemaal een beetje gek. Ja, dat is het zeker. Op Koningsdag gaan veel radiostations Nederlandstalige muziek draaien om artiesten te helpen. Die krijgen dan natuurlijk weer geld via Buma Stemra. Kun jij nog rondkomen? Heb jij een buffertje of zo? Of loop jij nu ook ernstige financiële problemen op? Ja, dat komt. Ik heb wel van inkomsten van mijn Spotify van mensen te streamen. Dus dat gaat gelukkig allemaal door. En ik kan er op dit moment wel voor leven. Maar het is niet dat ik hele gekke dingen kan doen. Iedereen moet opletten en ik ook. Het gaat natuurlijk alleen maar van je af op dit moment. En wat ik zeg, ik kan wel rondkomen. Maar het is, je moet gewoon opletten. Er komt niks bij, het gaat alleen maar af op dit moment. En dat is even gek. Ja,
zo is het maar net. Zijn alle klusjes in Zeist in je mooie huis, is dat al klaar? Of heb je daar nu ook extra de tijd voor? Silent shine.
Radio en Utrecht. Na het nieuws gaan we het hebben over een bijzonder iets. De digitale start voor het project Erfgoed Gezocht. Dat is een grootschalig archeologisch project en het komt erop neer dat u op uw eigen computer kunt meespeuren naar nog niet eerder ontdekt archeologisch erfgoed op de Utrechtse Heuvelrug. Maar hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat hoort u zo meteen. Eerst ons regionieuws van 2:30. Er is een inval geweest in Amersfoort in een onderzoek naar mondkapjesoplichters. Dat en meer zo meteen. De lente komt eraan. Grote schoonmaken, tijd voor een nieuwe interieur. Je wilt sfeer, comfort, kwaliteit, maar niet te veel betalen. Dan is er maar één keuze. De meeste keuze in Hangsjeleid zijn. Bedrijventerrein Aanrijmen. Ook in deze moeilijke tijd is het Rode Kruis voor iedereen die hulp nodig heeft. Of voor simpelweg een luisterend oor. Heb jij of iemand in jouw omgeving die ouder of kwetsbaar is hulp nodig? Meld jezelf of een ander aan via de Rode Kruis hulplijn of op rodekruis.nl. Want dat is wat we allemaal kunnen doen. Een beetje op elkaar letten. Knik armschermen, screens, markiezen en rolluiken. Want zo'n lering koop je gewoon bij Kroon. Het is bijna 2:30, Radio M Utrecht met het weer. Nu nog volop zon, maar later vanmiddag wordt het wat meer bewolkt. En vanavond kunnen er wat buien vallen. Bij het matige wind is het ongeveer 18 graden. Goedemiddag, het regio nieuws. Ik ben Lonneke Wolterink. Fiscale opsporingsdienst Fields heeft 2 mensen aangehouden die worden verdacht van oplichting bij de verkoop van mondkapjes. Ze zouden zich als leverancier hebben voorgedaan. Buitenlandse overheidsinstellingen deden bestellingen en werden voor bijna 900.000 euro opgelicht. Fields heeft onderzoek gedaan in een woning in Amersfoort en in een bedrijfspand in Oldenzaal. 2 mannen van 51 en 61 zijn opgepakt. Er is beslag gelegd op bankrekeningen, telefoons en documenten. De mannen worden verdacht van oplichting, witwassen en valsheid in geschriften. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De taxibranche zit in zwaar weer. Door de coronamaatregelen zien zij een groot deel van de ritten verdampen. Vooral chauffeurs worden hard getroffen. Zij werken vaak als ZZP'er en zien hun inkomsten verdwijnen. Omdat de overheid de taxibranche niet heeft aangewezen als getroffen sector, komen de chauffeurs niet in aanmerking voor de 4000 euro steun voor ondernemers. Om daar bezwaar tegen te maken, krijgt staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keizer vandaag een petitie overhandigd van de taxisector. Er komt een digitaal spreekuur over het coronavirus, speciaal voor zwangere vrouwen. Het is een initiatief van de KNOV, de organisatie van verloskundigen in Utrecht. Veel zwangere vrouwen blijken namelijk dus met dezelfde vragen te zitten, zegt de organisatie. Van mag mijn partner bij de bevalling zijn? En als ik naar het ziekenhuis moet, is er dan nog plek? En dat is er zeker hoor in Nederland. Er zijn nog voldoende plaatsen in het ziekenhuis. Maar dit soort algemene vragen komen heel veel bij ons binnen. En toen hebben wij gedacht van nou dan is het eigenlijk...